Oi, bruv, yeah, bruv, oi. Snap je? Dat zeg je. Dat is altijd. Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Jongens, please! Oi, mate. Boom, zeg. Boom. Clap. Sound of my fart. Het is woensdag haakdag. Na 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 na. Wanneer die carglass. Wanneer die carglass blunt smokt. Die carglass pack. De carglass DLC. Smoking that carglass pack. Smoking that boom clap sound of my fart pack. Waarom hoorde ik net Anne een kind uitpersen? Kom op! Kom op! Dit is echt niet normaal. Hey, back. Mijn hele game is gecrashed hierdoor. Ik maak geen grap. We gaan door een demo. Oké, ik hou het. Ik ben er weer. Oh, hij is weer. What the fuck? Het duurde echt iets van 6 seconden voordat mijn game in dit weer was. Oh, dankjewel. Ja, ik. Niet naar midden, niet naar midden! Ja. Dit is echt. Wat is dit? Hoe komt deze touch dit dan? Rowan zit in je aars. Dat mag hij doen. Dat is lekker. Hoe heb ik jou ook nog gedemoed? Ja, dat bedoel ik. Geen probleem. Wat doe je? Ik zag jou niet. Ja, bitch! Achteruit, wacht even. Het is zo troon. Jij bitch! Oké, what the fuck. Jij. Oh, op het vierkantje. Oh, hij heeft hem, dat mag niet. Als je hem op het vierkantje schiet, hey. Dan telt hij automatisch. Dat is een ongeschreven regel. Nee, dat is een geschreven regel zelfs. Anders word je geband. Open. Ja. Yeah. Open dat kutje voor me. Oké. Wat nou, oké. Je doet het alsof dat... Ben jij ineens preuts? Jij bent echt iemand die nu als je een film kijkt met je moeder of zo en er wordt in gekust, dan ga je helemaal blozen en zo. Sowieso. Sowieso. Mama. Dit is echt een kutbal. Ja. Wat gebeurt. Maar ik wil niet meer zien. Dat is hoe je tegen een kind praat die zijn broek heeft gepoefd. Kan gebeuren, maar ik wil niet meer zien. Ja, ik wil het niet meer zien, want dit is echt goor. Dit is echt goor. Dit is echt geer. Leuk. Dit is echt hier. Wat zegt de Rocket League auto bij de bar? Mag ik 100? Ik lust wel 100 boost. Er zit helemaal geen grap hierin. Wat zei Cornovi tegen de barman? I'm the mountain you have to climb. Snap je? Nee. Wat zei de pudding tegen de... tegen de barman, ik zak in. Wat zei Kedop tegen de barman? Je m'appelle Kedel. Hey, wat zei Dekker tegen de barman? Roen? Die is goed. Sla hem op. Oeh, ja. Waarom is het ook altijd als er een clip van mij is, dan praat ik over poep? Want ik stink naar poep of ik heb de wc verstopt. Jij vraagt het aan mij, hè? Ik weet nog dat er een keer zo'n verhaal was, dit is ook heel raar, maar toen... Het is ook heel raar. Er was zo'n meid vroeger, waar mijn ouders dan mee op gingen, en dan eigenlijk ook wel een beetje. En toen vertelde zij een keer dat ze zat op volleybal. Dus een beetje dat ze lekker was. En toen vertelde zij een keer een verhaal dat ze aan het douchen waren met z'n allen. Toen moest iemand poepen en toen... Waarom gaat dat altijd over poep? Ja, ik kan er niks aan doen. Dat gebeurt het is de gave.
Het is toch gaaf, hoor. Maar wat is nou de conclusie in dit verhaal? Ze waren aan het douchen. Nee, de conclusie was, toen moest zij dus poepen. Dat was de conclusie. Nee, en toen moest zij dus poepen. Hoe vaak heeft ze nu al gepoept? Waarom schiet je hem nou in? En toen poepte ze in haar hand. En toen zei ze van eeuw, eeuw. En toen was iedereen zo van eeuw. En dat zie ik zo voor mij. Dat dan zo'n hele kleedkamer met meiden. En dan zit ze allemaal naar die poep te kijken. Helemaal te gillen en te krijzen. Eeuw, dat is poep. Ja, allemaal. Was er niet iemand op school die in de kleedkamer in zijn broek gepoept had? Was jij dat niet? Nee, dat was ik niet. Welke skill zou je liever willen hebben? Nou, kom maar op. Zou je liever op een taart kunnen zitten en een lul eten? Of op een lul kunnen zitten en een taart eten? Beide klinkt niet heel verkeerd. Maar welke skill heb je liever? Waarom noem je het ook een skill? omdat je het moet kunnen, weet je. Mag je ook op een taart zitten en een taart eten? Je kan het niet zomaar doen, weet je. Nee. Je mag wel op een lul zitten en een lul eten. Ja, oh, beter. Beter kan dat. Beter is dat een mogelijkheid. Fake. Ja, strawberry. Ja, met opgetogen schaap shit. Het leuke is ook dat we ook gewoon tegen elkaar zeiden van dit slaat echt helemaal nergens. Waarom doen we dit? Toch deden we het, weet je. Soms dan heb je gewoon zo'n vibe, hè, dat je dan denkt, ja, ja, laten we hem gooien. Ja. Wat een vibe. Het was opgedroogd, ze maakt niet uit. Nou ja. Ik heb waarschijnlijk ook al verteld dat wij toen een keer zo'n actie hadden dat we dan mee moesten helpen met vuilprikken en zo. En dat dan Jesse en ik die gooiden. Gooi de poep over schuttingen. Nee. Dat was echt mooi. Nee? Dat heb je ooit al gezegd. Ook om het idee vond ik wel mooi. Dat je dan, stel, want het was echt een het was helemaal geen mooie dag of zo. Dus was ook, waarschijnlijk was niemand buiten, maar het idee. Dat je dan in je tuinstoel zit, in je tuin en los. Dat is een 100 rol op je. Dat is funny. Dat is funny. Oké. Oh. Oké. Oh! Heb je nou op die knop geklikt? Ja. Waarom? Waarom ben je naar beneden gesprongen, jongen? Oh, waarom doe je nou? Ja, waarom heb je even die... Ja, leuk. Oké, ik ga het niet doen, ja. Kom maar. Oké. Ja, maar dit werkt, dit werkt. Nu de lounge. Klik op de fucking... Laat mij gewoon lounge, jongen. Wat? Laat mij lounge. Ja. Wat ben jij zo slecht in dit spel? Hoezo heb jij die fucking knop niet ingedrukt? Ja, die had ik toch ingeklikt, jong. Ja, de enige manier hoe ik hem kon zeven. Oh, wat slecht. Wat een save. Nee, oef. Hollywood. Oh. Nee. Oh. Nee. Ik ben al. Zo. Oh. Wat een bullshit.
Ja, swap. Kut, swap. Soep, swap. Oh. Oké. Okay. Wat is dit? Oef. Oef. Ah, wat waren missen ze alles? Ja. What the fuck? Ja, een gastje scoren de 60 goals ooit. En toen hij aan mij doet dit. En toen schiet hij hem zelf in. Ik zag de KFC had een account op YouTube. En daar praten ze over zulke soort discussies. Dat ze dan mensen uitnodigen die bijvoorbeeld denken dat we in een simulatie leven. En het was zo kut om zulke mensen aan te moeten horen. Dat denk je ook echt van, zijn die mensen nou zo, hebben ze geen problemen dat ze dan zulke dingen gaan bedenken van, ja, we leven in een simulatie, sowieso. En dan zeg je, bewijs het dan. Zeg je, ja, bewijs jij maar dat we niet in een simulatie leven, bewijs dat maar. Nou, ik denk dat we in een simulatie leven. Ja, leuk. Is... Sock shoe. Mensen die sock shoe doen zijn criminals. Ik doe altijd eerst mijn sokken aan, dan pas mijn onderbroek. Nee, Rietje heeft inderdaad één gehad. Leuk, Sander. Nee, dat is echt zo. Wat doe jij? Ik doe eerst mijn sokken aan, dan mijn onderbroek. Oké, maar dan voel je dan niet meer naakt? Want ik vind het niet fijn als mijn onderbroek en mijn broek over mijn blote voeten gaan. Wat? Je hebt het echt raar. Ik kan zo nog freeze hoor. Oké. Wat doe jij, Sander? Dat is eigenlijk goal. Oh, wat een play. Oh. What the fuck? Salty on fire. Geef voor. Salty on fire. Oh, Pendant. Nee, Pendant. Wat doe jij, Sander? Ik heb twee keer een pot gehad die een eigen goal scoort. Wow. Dat hij daar niet. Kill him! Dat is die video. Welke video? Wat? Dat hoor jij. Ken je die video met... Dat cool. Is van Spy Kids. Dat jongetje dan zegt van... Send him to the principal's office now! Wow, die zegt... En dan hadden ze zo'n edit gemaakt. Kill him! Ik heb echt geen idee, Anne. Fuck is er gaande. Ik ben nog gebeukt door mijn teammate ook. Hoi. Ik had gewoon geen boef. Kill him now. Rowan, wanneer iemand anders een spelfout maakt. Rowan, wanneer je zelf een spelfout maakt. Oepsie, woepsie. Karbele. Zeg maar nog eens. Oepsie, woepsie. Kan gebeuren. Hij weet niet meer. Ja! 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 Hey, wat doen jullie? Holy company, nou, oh nee, ze hebben nu twee kleine spleetjes. Oh nee! Nee! Wanneer je een vrouw zijn onderkant voor de eerst ziet. Oh, okay. Ja, dat was leuk. Wanneer je... Ik ga gewoon ze neuken nu. Ja, ik ga ze neuken. Ja, ik heb één geneukt. Lekker. Wat? Lekker, man. Nee. Liter scheef. Simon. Wat? Jawel, je doet het weer. Nee. Het ruikt naar zweet door zo. Simon. Wat heb je gegeten, joh? jullie kijken ineens in de spam, wat is dit? Jawel. Ja, je vindt het niet grappig? Nee. Jawel. Deze komt in 2020. Deze foto. Wat is dit?
Het slaat ook helemaal nergens op. Ik vind het niet zo goed. Zo niet grappig. Maar. Ik heb gala foto's van 2015 gevonden, 2018 verschillende. Wacht, what the fuck? Kun je het streamen? dat soy face links. Dat lijkt op een jumpscare. Hij lijkt ook zo op een derde wiel. Die andere twee staan in het licht en hij staat daar zo in het donker. Wie is die ene guy links? Tweede van links. Weet ik niet. Die de camera inkijkt. Ja, de meest linker. De meest linker lijkt op een spook. Het lijkt echt op een spook of zo die erin is gefotoshopt. What the fuck? Hij is ook zo klein. Ik herken ook helemaal niemand. Die gast is zwart en van links. Hij wist niet waar de camera stond. Gast recht voor. Dat is Rico. Die kent Sanne, kent hij wel.